Welkom bij de rondleiding door het Rijksmuseum. In het komende half uur gaat u een aantal pareltjes zien, waaronder natuurlijk de Nachtwacht. Veel plezier! Wauw, wat een hal. Wat een entree. Ik heb afgesproken hier in het Rijksmuseum met Toon Bergan. Hij is van het Rijksmuseum en dit moet hem zijn. Hi Mark, ja, welkom. Bedankt ja. voor deze uitnodiging. Ja, zeker, tuurlijk. Ja, fijn dat jullie hier zijn. Ja, nou dankjewel. En wat staan we in een bijzondere entreehal? Ja, dit is nu de entreehal van het Rijksmuseum. Ooit kwam je op een andere plek binnen in het gebouw. Maar sinds de opening, de heropening in 2013, is dit waar we de mensen ontvangen. Ja. Want is het Rijksmuseum altijd een museum geweest? Het is altijd een museum geweest en het is geopend in 1885. Ja. Het was toen het allergrootste gebouw van heel Nederland. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder dat zo'n enorm gebouw als museum werd opgericht. Het is het eerste echte museumgebouw ook van Nederland. En zo is het altijd geweest. Ja. En gaan we dat ook terugzien ergens in de rondleiding, dat daar echt al helemaal rekening mee gehouden is dat dit ooit een museum moest worden? Ja, eigenlijk wel. Het is een heel erg bijzonder gebouw. Het is ontworpen door een architect die heette Pierre Kuipers. Die man die was heel erg goed in het bouwen van kerken. En toen hij de opdracht kreeg van de regering in Nederland om het Rijksmuseum te bouwen. Toen had hij iets heel bijzonders in zijn hoofd. Hij dacht, kunst is bijna net zo belangrijk als geloof. En toen kwam hij met het idee om een soort kunstkathedraal, een kunsttempel te maken. Een nationaal museum voor kunst en geschiedenis. En dat is het Rijksmuseum geworden. Wow. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd wat je ons gaat laten zien. Ja, leuk. Nou, ik ga je volgen. Ja, kom mee. Toon, wat ga je ons allemaal laten zien, deze rondleiding? Nou ja, ik had wel een aantal hele bijzondere dingen in gedachten. Ik dacht zo meteen langs de oude entree te wandelen. Dat is de plek waar je vroeger binnenkwam. En de eerste grote zaal die we daarna aantreffen, dat zal de voorhal zijn. Mm-hmm. En dat is wel een hele bijzondere plek binnen het gebouw. Daar is ontzettend veel te zien en te vertellen. En vanaf daar gaan we naar de eregalerij, waar al de meesterwerken te zien zijn. Ik ben heel benieuwd naar. Ja, zeker. En als slotstuk op die afdeling zullen we natuurlijk de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn gaan aantreffen. Ja. Nou, dat beloof wat. Ja, Mark, dit is die oude entree. Dus dit is de plek waar je vroeger binnenkwam. En in 1885 was dat. Ja. In die tijd was er nog geen elektriciteit binnen het gebouw. Dit was best wel een beetje een donkere plek en als je dan door die deur naar binnen kwam, ja, dan keek je om je heen en dan kreeg je al, ja, wat kreeg je dan? Wat denk je dat die mensen hebben ervaren als je hier binnenkwam? Ja, alsof je een kerk binnenloopt. Nou, precies. En dit was toen in die tijd de allerlaagste plek in het gebouw. Als je dan omhoog keek, dan keek je die trap op en dan zag je door die glas- en loodramen, zag je dat licht schijnen. Nou, dat is een soort hele bijzondere ervaring, weet je wel, het betreden van een kunsttempel. En als het ware werd je dan vanuit die min of meer duisternis naar die lichte plek toegetrokken. Ja, precies. Ja, ja. En dat effect, dat gevoel, dat herhaalt zich een aantal keren binnen dit gebouw. Dus je gaat steeds van het beetje donkere naar dat lichte toe. En als je dat licht dan blijft volgen, ja, hoe mooi kan het zijn, dan eindig je uiteindelijk voor die Nachtwacht van Rembrandt van Rijn. En die Nachtwacht, dat is nou precies het hoogaltaar, de allerbelangrijkste plek binnen dit gebouw. Laten we dat licht eens gaan volgen dan. Laten we het ontdekken. Want dat gevoel krijg je ook echt inderdaad. Ja. Knap dat ze in die tijd daar dus al zo over nadachten. Ja, eigenlijk heeft Pierre Kuipers, de architect, van het begin af aan dat plan gehad. En dit was het allergrootste gebouw van heel Nederland. Maar met als belangrijkste plek de Nachtwacht. Ja, Mark, hier komen we dan op de eregalerij uit. Wauw. En dit is wel waar het gebeurt. Dit is wel de belangrijkste zaal van het Rijksmuseum eigenlijk. Hier hangen de grote werken van de grote meesters. Hier hangen de werken van de allergrootste meesters uit de 17e eeuw, uit de Nederlandse geschiedenis. En als opmaat kom je hier langs al die prachtige niches met al die schitterende kunstenaars. Frans Hals, Jan Steen, Vermeer. En dan uiteindelijk word je bijna toegedreven naar dat enorme topstuk wat er hangt, de Nachtwacht. Ja. Ja. Welk stuk zou je als eerste uit willen lichten? Ja, ik weet het niet. Ik was ook wel heel erg nieuwsgierig naar wat jij graag wilde zien.
Nou ja, ik zou wel wat van Vermeer willen zien eigenlijk. Vermeer? Ja. Nou, dat is verderop. Loop maar mee. Ja. En heb je al vaker een Vermeer in het echt gezien? Nou, het melkmeisje, dat is deze volgens mij. Ja, zeker. Ja. Die heb ik wel eens in het, die heb ik wel eens op plaatjes gezien, maar die heb ik nog nooit in het echt gezien. Nee. Het bijzondere is dat met name met toeristen die uit het buitenland komen en het Rijksmuseum bezoeken, die hebben een Vermeer of het melkmeisje dan wel eens op een afbeelding gezien in een boek. En die hebben dan niet echt een gevoel voor hoe groot zo'n ding is. En op een of andere manier hebben die werken van Vermeer een uitstraling, dat noem je monumentaal en groot en als een soort groots gebaar. Maar als je die schilderij dan in het echt ziet, dan zijn ze eigenlijk best wel klein. Het is best klein inderdaad. Ja, ja. Wat kan je zeggen over de stijl van Vermeer? Ik denk dat je kunt stellen dat in de 17e eeuw de fotografie bestond nog niet. Dus een van de belangrijkste doelen voor een kunstenaar was om de werkelijkheid zo precies mogelijk weer te geven en na te bootsen. En je ziet bij Vermeer dat het wel ongelooflijk goed gelukt is. Alles is ongelooflijk precies en met een enorm gevoel voor detail. En ja, je zou bijna kunnen zeggen, heel bewust gedaan. Het is niet alsof hij zomaar iets schildert. En dat is een gevoel wat je krijgt bijna bij iedere schilderij van Vermeer. Maar is dat dan ook de reden dat deze zo ontzettend bekend is, omdat deze zo gedetailleerd is? Nou, er zijn heel veel verschillende redenen voor, denk ik hoor. Want het is de detaillering. Maar wat ook bijzonder is aan dit schilderij, ja, want dat zou ik misschien aan jou kunnen vragen. Wat zie je? Wat is het? Ja, ik ken het qua titel, het melkmeisje. Dus deze vrouw die ziet eruit als hardwerkend. Moet misschien wel voor een heel gezin zorgen. Echt brood op de plank. Ja, moet ik letterlijk. Ja, ja. Ja, inderdaad. Ja, ze zal niet op een of andere manier heel rijk zijn. Tenminste, zo lijkt het. Nou ja, alles wat je nu vertelt, dat maakt het schilderij ook weer ongelooflijk bijzonder. Want als je veel andere werken in het Rijksmuseum bekijkt uit de 17e eeuw, ja, dan zul je rijke mensen zien, handelaren, misschien burgemeesters of edellieden of ja, misschien zelfs koningen of koninginnen. Hè? Hoewel in Nederland had je nog geen koningen en koninginnen in die tijd. Maar wat Vermeer schildert, is een heel gewoon alledaags tafereel. En ondanks dat is het zo ongelooflijk bijzonder. Dus Vermeer die weet je te raken door het alledaagse, het hele bijzondere, of het, eigenlijk het hele alledaagse heel bijzonder te maken. Zullen we eens kijken naar nog een werk hier? Ja, zeker. Kom maar mee. Ja. Nou, die springt ook wel heel erg in het oog. Ja, dat is een van mijn favoriete schilderijen uit het Rijksmuseum. Ja, misschien wel. Het is ook een van de allereerste werken die door het Rijksmuseum is aangekocht. Ja. Het is de Zwaan van Jan Asselijn. Ja. Zullen we het van dichterbij bekijken? Waarom is deze zo bijzonder voor jou? Nou ja, het heeft een enorme, ik zou bijna willen zeggen, romantische uitstraling. Iets wat ik niet per se uit de 17e eeuw zou herkennen, maar ja, het is zo'n majestueus beeld, die prachtige zwaan die vleugels uitslaat. En het gekke is dat als je langer naar het schilderij kijkt, hè, dus ik word altijd heel erg direct erdoor geraakt, door die dynamiek en door die schoonheid en dat licht wat van achteruit schijnt. Ja, en door die vleugels heen. Ja. Zie je? Ja. En dat is zo ongelooflijk slim gedaan van de Jan Asselijn, dat licht dat schijnt van achteruit. Maar als je dan verder gaat kijken, dan valt er nog veel meer aan te ontdekken. Ik weet niet of zie een nestje met eieren. Bijvoorbeeld. Als je wat van dichterbij zult kijken, dan zul je zien dat het niet alleen een nest is met eieren, maar dat er ook nog wat op te lezen valt. Zie je dat? Ja, Holland. Zie je dat? Ja. Ja. Waar verwijst dat naar? Nou ja, het gekke is dat als je nog verder kijkt, dan zul je ook onder die zwaan iets zien. Daar staat namelijk de raadspensionaris. En daar links in de hoek, en het wordt nog veel gekker, de vijand van de staat. Van de staat. De vijand van de staat. Precies. En met daaronder dan een hond. En die hond die zwemt door het water richting de zwaan. En die zwaan die eigenlijk met moed voor eigen leven, hoe zeg je dat, het nest beschermt. En dat is natuurlijk een treffende symboliek. Een moeder die haar nest beschermt tegen het gevaar. Maar iemand heeft dat ooit gezien. Misschien iemand die het schilderij in eigendom had, we weten het niet. En die heeft daar een soort betekenis in ontdekt en het er ook in geschilderd. Dus dit is later, die betekenis is er later aan gegeven? Helemaal.
Maar als je dan bestudeert, dan zie je dus boven de hond de vijand van de staat. Onder de zwaan zie je de raadspensionaris en op de eieren, het nest, zie je Holland. Nou, ja, de belangrijkste staatsman in die tijd, dat was Johan de Witt, de raadspensionaris. Ja. En het lijkt erop alsof die hier Holland beschermt tegen de vijand. Wauw. Heel indrukwekkend. Sowieso heel indrukwekkend om hier te lopen. Ja. Is dit altijd zo geweest? Deze kleuren en... Het is altijd zo geweest. Dit is precies hoe de architect Pierre Cuypers het in gedachten had. En nou, behalve dan dat de kunst die hier hangt schitterend is, kun je overal in het gebouw ook allemaal betekenissen en versieringen aantreffen. Hè? En in dit geval zie je bijvoorbeeld de namen van beroemde kunstenaars uit de 17e eeuw. Ja. Dat wil zeggen die de architect Pierre Cuypers heel erg belangrijk vond. Want nu zijn we weer ruim 100 jaar verder en nu vinden we soms andere kunstenaars wel heel belangrijk. Ja. Wie bepaalt dat eigenlijk, wat we belangrijk vinden? Nou ja, dat is de om geschiedenis. Hier te hangen, zeg maar. Ja, dat is hoe de kijk op de geschiedenis verandert. Hè. Dat is met kunstgeschiedenis, maar ook in de geschiedenis in het algemeen. Mensen gaan anders naar de wereld kijken. En, ja. Nu is Vermeer een hele beroemde kunstenaar, maar 100 jaar geleden keek men daar toch een beetje anders tegenaan. Ja. En dat geldt ook voor deze geweldenaar, want deze prachtige schilderijen die zijn gemaakt door Rembrandt van Rijn, wie kent hem niet, zou je nu zeggen. Ja. Maar eigenlijk pas halverwege de 19e eeuw is hij weer heel erg beroemd geworden. Omdat hij aan het einde van de 17e eeuw, toen hij dit soort schilderijen ging maken, eigenlijk helemaal niet zo bekend meer was. En hoe is hij dan zo bekend geworden? Nou, hij was aanvankelijk heel beroemd in de 17e eeuw. Toen was hij een soort fijnschilder, hij maakte hele precieze schilderijtjes. Daar was hij ook gelijk ongelooflijk goed in. En als hij in die manier van schilderen was door blijven gaan, was hij ook heel erg beroemd gebleven. Maar gaandeweg de 17e eeuw vond hij het misschien een beetje saai worden. Ja? Hij dacht, ik wil iets anders, ik wil meer. En na dat enorme klapstuk, de Nachtwacht, wat we zo meteen gaan zien, is hij in een andere manier gaan schilderen. En dat zie je hier gebeuren. Dat was heel erg vernieuwend in zijn tijd. Is dat ook een voorbeeld ervan, die we hier... Absoluut. Ja, dit zijn werken die we een beetje de late Rembrandt zijn gaan noemen. Maar wat je hier ziet gebeuren, en we lopen nu langzaam naar het schilderij toe, is dat als je er op een afstand naar kijkt, dan ziet het er best wel precies uit. Maar als je dichterbij komt, dan zie je dat die omgeving een beetje vervaagt. Ja. Ja, dan kan je het eigenlijk niet helemaal meer herkennen, zie je dat? Precies. Er gebeuren veel meer dingen. Moet je eens kijken naar die maal wat je daar ziet. Zie je dat? Wat bedoel je precies? Nou hier, kijk, die verf die is echt helemaal erop gesmeerd. Oh zo, ja, echt klodderig. Geboet. Als ik het zo mag. Nee, dat heb je helemaal. En dat vond men in de 17e eeuw eigenlijk ook. Ja. Dus die hele precieze manier van schilderen, die Vermeer natuurlijk ook heel bijzonder maakt, die laat Rembrandt los. En ja, de enige plek in dit schilderij waar het nog heel erg precies is, zou je kunnen zeggen, dat is in de gezichten van Isaac en Rebecca. En wat bereikt Rembrandt daarmee? Nou ja, alles wat hij niet belangrijk vindt, dat laat hij weg. En wat hij superbelangrijk vindt, dat geeft hij iets meer aandacht. Ja. En daardoor zoom je in. Dus die expressie in het gezicht. Precies. Ja, en daardoor krijg je een soort suspense. Ik vind het misschien zelf wel het mooiste stukje in het schilderij, de handen. Hè, de aanraking tussen die twee geliefden. Nou, dan zie je dat er geen eens meer nagels aan de vingers zitten. Ja. Je kan eigenlijk geen details meer zien. Nee. En dat doet hij niet omdat hij niet kon, want dan kon het ongelooflijk goed. Maar die aanraking vindt hij nog veel belangrijker, die intimiteit, dan dat je gaat denken, goh, wat heeft hij knap die nagel geschilderd. Dus hij laat een paar stappen achterwege om je meer een gevoel te brengen. Ja. Nou, waar ook veel op te zien is, is de Nachtwacht. Kom maar op. Wil je hem laten zien? Zeker, ja. Zo benieuwd. Want ja, als je binnenkomt lopen, zie je hem natuurlijk meteen. Het is eigenlijk vanaf de ingang, de entree waar we net waren, is het uiteindelijke doel van je bezoek naar dit gebouw dat je uiteindelijk bij die Nachtwacht terechtkomt. Boom. Ja. Ja, je zou bijna kunnen zeggen, als een soort landingsbaan moet je er uiteindelijk naartoe. Ja, ja. Hier hangt hij. Maar ik zie, het valt me meteen op. Mag je er überhaupt niet dichtbij in de buurt komen? Of nee, dat is, normaal mag dat wel. En dat is trouwens ook best wel bijzonder aan het Rijksmuseum. Hè. Over het algemeen kun je heel dichtbij die objecten in de buurt komen. Die ontzettend kostbaar zijn en ook kwetsbaar. In dit geval is dat niet zo. En dat heeft een bijzondere reden, omdat de Nachtwacht nu gerestaureerd wordt.
En daarom zie je ook die installatie met die computers en die apparatuur daar wat staan. Wat gebeurt daar dan? Nou, dat is een goede vraag, maar de Nachtwacht is een oud schilderij. Het is een beetje een kwetsbaar object. En men is nu al ruim een jaar bezig om onderzoek te doen en om het schilderij weer te onderzoeken, om te kijken of we het weer in een goede oude staat kunnen krijgen, of we het weer kunnen restaureren. Juist. Dus de lijst is er nu vanaf? De lijst is er nu vanaf, wat op zich ook wel een bijzondere ervaring is. Het is voor het eerst in mijn leven dat ik de Nachtwacht zonder lijst zie. En daardoor zie je bijvoorbeeld het doek waar het schilderij is geschilderd. Ja. Klopt het dat het meerdere delen zijn, de Nachtwacht? Nou, dat niet. Er zijn een aantal stukken stof aan elkaar gestikt. Ik denk dat je dat bedoelt. Ja. Ja. Nee, dat is niet helemaal opgeknipt, dacht ik. Herinner ik me. Het zijn een paar hele interessante dingen die je zegt. Het is een groot schilderij. Yeah. Het is gemaakt op doek. En die stukken doek die zijn aan elkaar gestikt. Daarom kun je soms wel op sommige plekken zien waar dat is gebeurd. Maar een ander heel belangrijk ding, en daar wijs je terecht naar, is dat de Nachtwacht uiteindelijk groter is geweest. Er is iets heel merkwaardigs gebeurd. Het schilderij is uiteindelijk naar het Paleis op de Dam verplaatst, wat in die tijd geen paleis was, maar een stadhuis. En ik vertelde net al dat die Rembrandt een beetje uit de mode raakte. Men vond hem niet meer zo bijzonder. En van alle schilderijen die ze in dat stadhuis hebben opgehangen, het enorme gebouw, kreeg de Nachtwacht een vrij onbelangrijke plek. Een beetje een zaaltje achteraf, op een muur die gewoon zelfs niet groot genoeg was voor het schilderij. En wat die kniezoren toen hebben gedaan, is hebben gewoon een heel stuk van de Nachtwacht afgeknipt en weggegooid. Dat is weg. Simpelweg om het op een stuk muur te kunnen passen. En dat geeft wel een beetje aan hoe de status van de Nachtwacht in die tijd was en hoe het nu is. Dat is natuurlijk een wereld van verschil. Ja. Het geeft heel veel energie, kracht, power, dit werk. Ja, dat zeg je helemaal precies. En dat is ook altijd mijn gevoel bij dit schilderij. Ja. Kan je een beetje vertellen waarom je dat voelt zo? Of? Nou ja, ik zie veel... Ja, ze staan klaar voor de aanval. Ja. Weet je wel? Dat voel je ook. Dat vind ik heel knap dan, dat je dat in zo'n schilderij kan vangen. Dat je het kan vangen en dat je het durft. Want in de 17e eeuw deden ze dat meestal op die manier. Ja. Dan zie je dat die mannen stilstaan, die moesten veel geld betalen. Die wilden herkenbaar in beeld. Maar ja, die Rembrandt die vond dat een beetje saai. Exact. Hier vol in actie. En het mooie is nou, denk ik, het bijzondere van die Nachtwacht is dat die mannen die zijn allemaal met hun eigen bezigheden in de weer. Ze zijn van alles en nog wat aan het doen. Totdat die kapitein daar zijn armen, zijn hand uit zijn handschoen trekt en een gebaar maakt. Het signaal van we gaan marcheren. En al die mannen die vanuit die chaos in één keer samen gaan komen. Hey, je kan je al helemaal voorstellen wat er gaat gebeuren over een minuut bijvoorbeeld. Ja. Dan komen die mannen. Helemaal, hè? En dan gaan ze tezamen gaan ze, de stad uit of een avontuur tegemoet of noem maar op. En dat gevoel van saamhorigheid wat je vindt in die Nachtwacht. Ik denk dat dat typisch is waar heel veel mensen en ook Nederlanders zich heel sterk in kunnen vinden. En ik denk dat dat ook een belangrijk onderdeel is van de kracht van het schilderij. Ja. Wil je me leiden naar het volgende avontuur? Nou, heel graag. Laten we gedag zeggen tegen die eregalerij. Ja, en, tot snel, hoop ik. Kom vooral terug binnenkort en dan gaan we naar het volgende object. Waar gaan we nu naartoe? Nou ja, ik had een andere mooie zaal in gedachten. Oké. Okay. Daar staat een waanzinnig scheepsmodel, de William Rex. En ik denk dat je daar wel van onder de indruk zult raken. Zo, daar staat hij al. Kijk. Wauw. En wat een mooie hal ook. Ja, het is een fantastische zaal. Het is in zijn geheel gericht aan de macht van de Hollanders op zee in de 17e eeuw. En Nederland was natuurlijk enorm machtig dankzij zijn vloot en werd gevreesd over de hele wereldzeeën. En het heeft een enorme tijd van voorspoed geboden in Nederland, maar ook wel natuurlijk een periode waarbij de macht van Nederland een keerzijde heeft gehad. Die macht die is ten koste gegaan ook van anderen. En met name de tentoonstelling die nu in het Rijksmuseum komt over het slavernijverleden is daar een voorbeeld van. Ja. Maar het blijft van wanneer komt hij? Zodra het museum weer geopend is, dan gaat hij van start. Ja. Ja. Wat komen we hier vooral tegen? Nou ja, je kunt hier schitterende penschilderingen zien waarop heel gedetailleerd zeeslagen zijn afgebeeld.
Ja, je kunt misschien denken aan de huidige nieuwsvoorziening. Hè. Men kon door mee te reizen op schepen aantekeningen maken en schetsen en tekeningen. Die werden dan in Nederland verwerkt tot dit soort indrukwekkende afbeeldingen. Daarbij moet wel gezegd worden dat het niet per se een hele exacte geschiedschrijving is. Want ja, de admiraal, de kapitein die het meest betaalde om zo'n kunstwerk te maken, die staat dan ook vaak pontificaal afgebeeld. Dus het is niet vaak letterlijk hoe een zeeslag is gelopen. Heb je daar een voorbeeld van? Ik heb er wel eentje van, dat is daar bij de slag bij Livorno. Ja. Kijk, daar zie je de halve maan in het midden van de slag afgebeeld. Terwijl in werkelijkheid daar dat schip met de witte olifant op de achterzijde. Dat is deze? Ja. Dat is het schip van Galen. En die heeft eigenlijk tijdens die slag bij Livorno een hele belangrijke rol gespeeld. En is ook zwaar gewond geraakt. Maar in dit geval is het daar de halve maan die een belangrijke rol speelt. Ja. Maar het is een prachtige gedetailleerde voorstellingen. Met inkt op een... kalk ondergrond aangebracht en het gaf mensen ook al in die 17e eeuw de mogelijkheid om heel precies die verhalen eigenlijk tot zich te nemen. Werd dit dan echt gemaakt voor zo'n kapitein? Dat geldt voor heel veel kunst in de 17e eeuw. Hè. De opdrachtgever die bepaalde, maar in dit geval is dat wel zo gebeurd, denk ik. We liepen er net al heel even langs, ja. Maar ik wilde hem eigenlijk al meteen noemen. Dat is het. Dit is toch wel heel bijzonder. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Nou, weet je wat er zo bijzonder aan is? Het is een buitengewoon indrukwekkend scheepsmodel, maar hij is ook echt in de 17e eeuw gemaakt. Ja, dat wilde ik vragen. Hoe oud is dit? Ja, nou ja, eind 17e eeuw vervaardigd door echte scheepslui op een echte scheepswerf. En met exacte materialen waarmee een echt schip werd gemaakt. Dus het geeft ons historisch gezien een waanzinnige inkijk in hoe dat in die tijd gebeurde. En ja, het is natuurlijk een spectaculair ding om te zien. Het is het ontwerp voor een oorlogsschip. Vandaar al die indrukwekkende kanonnen, 72 kanonnen aan boord. En met een schip als deze moest de handelsvloot van bijvoorbeeld de VOC beschermd worden tegen piraterij. Dit model is gemaakt in opdracht van de provincie Zeeland. En hij stond daar eigenlijk als pronkstuk in het hoofdkantoor van de marine. En sinds wanneer staat hij dan hier in het Rijksmuseum? Ik weet dat hij op deze plek staat sinds 2013. Maar okay. Na de restauratie van het Rijksmuseum? Ja, maar hoe lang die in de collectie precies zit, dat heb ik niet aan de hand gezet. Wauw. Wat heb je nog meer in deze zaal wat je zou willen uitlichten? Nou, wat ik zelf altijd wonderbaarlijk vind, dat zijn die prachtige globes van vader en zoon Blauw. Nederlanders waren in de 17e eeuw ongelooflijk behendig en kundig in het maken van kaarten. Dit is dan een wereldbol. En ja, wat ik zelf altijd zo ongelooflijk indrukwekkend vind, is dat het men is gelukt in een eeuw waarin je nog geen... satellietbeelden had, nog geen vliegtuigen. De luchtballon die was ergens in de 18e eeuw geloof ik ontdekt. En dat men toch is gelukt door het verzamelen van informatie, van aantekeningen, om uiteindelijk een indruk te wekken van hoe de wereld er hoog van boven uit de lucht moet hebben uitgezien. Ik probeer dat ook nog een beetje te herkennen. Ja, het gekke is dat het gewoon ongelooflijk goed lukt. En wat mooi is aan deze wereldbol is dat het is bijna met het oog niet waarneembaar. Maar hier zie ik Europa. Kijk. Ja. En op de plek waar je normaal gesproken New York zou verwachten, staat op deze wereldbol dan Nieuw Amsterdam. Ja. Ja. Wauw, te gek. Mooi, hè? Ja. Er werd natuurlijk veel geschreven in die tijd al. Aantekeningen gemaakt. En ja, uiteindelijk is men tot dit beeld gekomen. Ja. Australië is nog niet helemaal af. Daar ontbreekt waarschijnlijk wat informatie. En aan de andere kant, daar zie je een globe met in plaats van de wereld afgebeeld, de sterrenbeelden. Kijk eens, joh. Dus door het bekijken van de sterren kon navigeren. Ja. Ik denk niet dat al die aantekeningen, die werden natuurlijk bewaard in boeken. En nou weet ik dat het Rijksmuseum ook een bibliotheek heeft. En nou, wat dat betreft kan je echt je hart op, want in de bibliotheek van het Rijksmuseum... Het Rijksmuseum is een rijksgebouw van iedereen. Maar in die prachtige bibliotheek van het Rijksmuseum, daar kan iedereen zijn hart ophalen en langskomen om een keer een boek te komen lezen. Ja. Komen we daar nu? In de volgende zaal. Kijk, ga je het zien. Dat is natuurlijk helemaal mooi. Dat heb ik dus nog nooit gezien. Alleen op foto's.
Nou, maar kom verder. Wauw! Zo. Ja, dit is mooi, ja? Ja, dit is heel mooi. Ongelooflijk. Hoeveel boeken staan hier? Goeie vraag. Nou, hoeveel precies weet ik eigenlijk niet. Maar mij is wel verteld dat er, als je ze allemaal achter elkaar legt, 1 kilometer aan boeken staan. 1 kilometer aan boeken? Ja, maar het Rijksmuseum heeft er natuurlijk veel meer. En we hebben in de kelders nog veel meer kunstwerken. En ook boeken. En ik geloof de boeken daar zijn er samen 5 kilometer of zo. Wow. Maar als je deze allemaal hebt gelezen, heb je 1 kilometer aan boeken tot je genomen. Maar wat gaaf dat er in dit museum dus een bibliotheek is. Ja, dat is bijzonder, maar het is het Rijksmuseum is een museum van kunst en geschiedenis. En mensen kunnen hier altijd komen om kennis op te doen. En dat geldt dus voor iedereen. Het is een openbare collectie van een openbaar museum. Dus ja, ik nodig mensen uit als ze graag op zoek zijn naar een onderwerp om hier langs te komen. Ja, wow. Zeker. Nou, dat moeten ze dan zeker maar gaan doen. Ja. Toon, met welk werk zou je deze rondleiding willen afsluiten? Het is misschien wel aardig. We hebben natuurlijk de Nachtwacht gezien, heel uitvoerig. En ik hoor vaak van mensen, goh, dat is wel bijzonder. Het grootste kunstwerk of het grootste schilderij van het Rijksmuseum. Maar dat is het niet, want er is een ander en die is nog iets groter. En dat is de Slag bij Waterloo. Dat is wel heel toepasselijk. Oké, let's go. Ja, laten we er naartoe gaan. Waar gaan we naartoe? Zo. Ja. Oké. Ja, hier hangt dat enorme grote werk, die Slag bij Waterloo, waar we het over hebben gehad. Wauw, heel groot ook, hè? Waanzinnig groot. Je hebt al een bankje, klaargezet. Speciaal voor jou natuurlijk, dat snap je. Ze kunnen er echt even rustig naar kijken. Ja, dat is ook wat veel mensen doen. Zullen we even gaan zitten, ja? Ja, graag, tuurlijk. Ja, daar is het voor. Oh, ja. Zo. Ja. Wat groot, zeg. Ja, het is overdonderend groot. En wat gebeurt hier nou? Nou ja. Echt van begin alles, maar, zou ik zeggen. Ja. Ja. Nou ja, volop in de strijd, er worden gewonden afgevoerd. Ja. Hoe is dit überhaupt in beeld gebracht? Nou, die kunstenaar Pieneman die heeft zelf het initiatief genomen tot het werk. En volgens mij heeft hij zelfs een soort atelier laten bouwen. Heeft hij best wel veel geld in moeten stoppen, want het is zo ongelooflijk groot. Ja, je moet op stijgers werken en waarschijnlijk met assistenten. Maar er is zo ongelooflijk veel te zien dat je. Ja, je verdwijnt haast in het schilderij. Ja. Als je hier bent, word je, je wordt onderdeel van het werk haast, zou ik willen zeggen. Ja. Ja. Je staat er echt tussen. Je staat er echt tussen. En ja, wat je dan ziet is wel van een soort overdonderende gruwel ook. Het is de Slag bij Waterloo in 1815. En dit is de plek waar Napoleon wordt verslagen en waar hij zijn rijk verliest, zou je kunnen zeggen. Ja. Je ziet hier een aantal mensen ook echt wel wat meer naar voren komen, doordat er wat meer licht op schijnt. In die zin lijkt het wel een klein beetje op de Nachtwacht. Hè? Hoewel Rembrandt dat clair-obscuur, dat met licht en donker heel extreem uitbuit. En hier is het wel wat gelijkmatiger. Je moet een beetje zoeken. We weten dat die Slag bij Waterloo, dat het een vreselijke ellende is geweest. Met veel slachtoffers, regen, modder, slecht weer. En toch zie je Wellington, hè? Dit zijn de geallieerde legers. En hun leider is Wellington, een Brit, en die zit daar op zijn paard. Maar ja, van al die ellende is aan hem niet zoveel te merken. Hè. Als een soort van moderne manager zit hij daar op zijn paard. Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Ja, heel gecontroleerd. En hij leidt hier zijn legers. Maar dit is het moment waarop in de verte, dat kun je daar linksboven in de hoek zien, de Pruisische legers naderen. En dat is het moment waarop Wellington en iedereen begrijpt, dit is het moment, nu gaan we winnen. En dat heeft heel erg erom gespannen, want ja, het had niet veel gescheeld of Napoleon had gewonnen en dan hadden we met z'n allen misschien nog Frans gesproken, zou ik maar zeggen. Maar ja. Toon, hoe is het werk dan hier gekomen in het Rijksmuseum? Goede vraag. Pieneman die heeft veel geld in het werk gestoken. En wat hij als eerste heeft gedaan toen het werk was voltooid, is het werk op reis te nemen. En mensen konden in die tijd nog niet in de bioscoop, maar tegen betaling konden ze dan in een bepaalde ruimte naar zo'n werk kijken. En het was natuurlijk een enorm visueel spektakelstuk. Zoals wij hier zitten en niet meer onderdeel worden van het schilderij, konden mensen dat ook doen. Volgens mij had Pieneman de hoop dat het werk daarna aangekocht zou worden door de familie van Wellington, de man op het paard. Maar ondertussen is het volgens mij al aangekocht door koning Willem van Oranje, Willem I. En die heeft het toen cadeau gedaan aan zijn zoon Prins Willem,
de man die daar op de brancard ligt. En die daar zwaar gewond aan zijn schouder is geraakt. En hij is uiteindelijk koning Willem II van Oranje geworden. Wauw. En dan uiteindelijk hier in het Rijksmuseum? Ja, inderdaad. Ja. Ja, veel van die collectie is in het Rijksmuseum terecht geraakt. Ja. En ja, daarom kunnen we het hier nu bewonderen. Ja. Ja. Mag ik jou danken voor deze rondleiding? Ja, tuurlijk. Het was ontzettend bijzonder. Een leeg Rijksmuseum, natuurlijk helemaal gevuld met kunst. Ja. Maar om hier dan een rondleiding te krijgen, heel bijzonder. Dankjewel. Nou, jij bedankt. Het was een erg leuk bezoek. Vind je het goed als ik hier nog heel even blijf zitten? Want ja, hier kan je nog uren naar kijken. Ja, doe. Ik zal geen uren blijven, maar nog heel even kijken. Oké. Okay. Jullie bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie net als ik enorm hebben genoten. Doei!